Dit is meester Ron weer en ik wil jullie vandaag een lesje geven over kolomsgewijs optellen. Nou, in mijn vorige filmpjes heb ik jullie laten zien bijvoorbeeld hoe je cijferend kan optellen. Dus dat je per cijfertje gaat kijken en dan het bij elkaar gaat optellen. Het kolomsgewijs optellen werkt een beetje anders. Nou, dat ga ik jullie laten zien. In tegenstelling tot bij het cijferend optellen begin ik niet in de achterste rij en tel ik deze getalletjes gewoon bij elkaar op. Maar ik begin juist hier, bij de honderdtallen. En ik ga ze ook optellen echt als honderdtallen. Dus let op. Ik begin met 200, want die 2 staat voor 200 en deze 1 staat voor 100. Dus ik reken de som uit 200 plus 100. Nou, 200 plus 100 is 300. Daarna ga ik kijken naar de tiental. En die tel ik ook bij elkaar op als tiental. Dus ik heb hier de 4 van 40 en een 1 van 10. Dus ik maak de som 40 plus 10. Nou, 40 plus 10, dat is bij elkaar 50. En dat schrijf ik op. Dan heb ik daarna nog de losse. En die tel ik gewoon als losse natuurlijk op. Ik heb hier 8 en 7, dus ik reken de som uit. 8 plus 7. 8 plus 7, dat is bij elkaar 15. Nou, nu heb ik hier 3 getallen. Probeer die ook zo netjes onder elkaar te schrijven dat je alle losse, nou deze hebben natuurlijk geen losse, maar dat je alle eenheden in deze rij zet, alle tientallen in deze rij en alle honderdtallen in deze rij. Dan kan je het namelijk makkelijk bij elkaar optellen. Nou, 300 plus 50 plus 15 is bij elkaar 365. Ik doe er nog eentje, dus ik maak het bord even leeg. Ik wissel hem helemaal. En ik doe nu even kijken het getal 372 plus 364. Nou, ik begin dus weer bij de honderdtallen. Ik heb een 3 van 300 en hier ook een 3 van 300. Dus de eerste som die ik uitreken is 300 plus 300. Nou, 300 plus 300, dat is bij elkaar 600. En daarna ga ik naar de tientallen kijken. Nou, ik heb hier een 7 van 70 en ik heb een 6 van 60. Dus ik maak de som 70 plus 60. Nou, 70 plus 60 is 130. En dat zet ik hieronder. En daarna kijk ik naar de laatste rij, naar de losse, of de eenheden. Daar heb ik 2 plus 4. Dus ik reken de som uit. 2 plus 4. Nou, 2 plus 4 is natuurlijk 6. En dan tel ik deze getalletjes allemaal bij elkaar op. Nou, dat kan je even zo onder elkaar doen. Dan heb ik hier een 6. Een 0 en 3 is 3. En 6 en 1 is 7. Dus het antwoord 736. Snappen we het al een beetje? Ja? Dan doe ik er nog één. En dan wil ik weer eventjes dat je met mij gaat meedenken. Ja? Ik doe een som. 129 plus 463. Nou, denk eens even met me mee. Wat ga ik eerst uitrekenen? Welke som? Ja, goed zo, want we keken eerst naar de honderdtallen. Ik heb een 1 van 100 en een 4 van 400. Dus de eerste som die ik ga doen is 100 plus 400. Hoeveel is nou 100 plus 400? Yes. 100 plus 400 is natuurlijk 500. Wat ga ik dan doen? Ja, ik ga naar de tientallen kijken en welke som ga ik hier dan opschrijven? Goed zo, de 2 staat voor 20. En die 6 is natuurlijk 60, dus de som die ik uitreken is 20 plus 60. En dat is natuurlijk 80. Ah, ik ging een beetje te snel. Ik liet je even niet meedenken. Had je het in de gaten?
Dan heb ik nog één som die ik moet uitrekenen. En welke som is dat? Ja, keurig. 9 plus 3. En hoeveel is 9 plus 3? Goed zo, 9 plus 3 is 12. Nou ben ik er dan al. Bijna, heel goed. Deze getallen moet ik nog eventjes bij elkaar optellen. 500 plus 80 is 580. Plus 12 is 592. Had je een beetje goed meegedacht? Super. Nou, ik hoop dat het jullie voor jullie zo een klein beetje duidelijk is hoe je kolomsgewijs kan optellen. Ik heb jullie natuurlijk in filmpjes hiervoor ook geleerd hoe je cijferend kan optellen. Dat is natuurlijk in sommige gevallen super makkelijk. Het voordeel van als je op deze manier rekent, is dat je dit wat makkelijker ook in je hoofd kan doen. Dus als ik bijvoorbeeld deze twee bedragen, stel ik ga iets kopen van 129 euro en iets van 463 euro, kan ik makkelijker in mijn hoofd even uitrekenen, oh ja, 100 plus 400 is 500, 20 plus 60 is 80, 9 plus 3 is 12 en dat bij elkaar is 592. Dat kan wel uit mijn hoofd. Het cijferend optellen gaat wat moeilijker uit je hoofd, omdat je soms dingen moet bewaren of je moet gaan bij minsommen, moet je gaan lenen bij de buren. Ja, dat lukt allemaal niet zo goed in je hoofd. Dus het voordeel van op deze manier rekenen is dat je het in je hoofd eigenlijk een beetje kan naspelen. Nou, dit was het kolomsgewijs optellen. In een volgend filmpje zal ik laten zien hoe dat met minsommen kan. Want dat kan ook. Tot de volgende keer.